Het gebouw hier achter me was ooit het eerste psychiatrische ziekenhuis van Amerika. The Government Hospital for the Insane. De naam verraadt het al een beetje. Erg professioneel was het niet. In 1850 wisten ze nog niet zoveel over psychische aandoeningen. En remedies werden gevonden met vallen en opstaan. Op het hoogtepunt zaten in het complex zo'n 8000 patiënten. Tegenwoordig staan nog maar een paar gebouwen overeind. En binnen een aantal jaar moeten hier achter me kantoorruimtes en appartementen zijn. En ik al zeg vanuit Washington, dat is weer Weekblad. Het nieuws verslaan in Amerika is momenteel interessanter dan ooit. En Elsevier Weekblad geeft jou nu de kans om dat mee te maken. Sluit je aan bij mij en hoofdredacteur Arendo Joustra voor een 9-daagse reis naar Washington tijdens de midtermverkiezingen in november. Wil je meer informatie? Klik dan op de link in de beschrijving.